Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better Toys, Greater Joys. Welkom, welkom bij de allereerste editie van Cirque Erotiek. Onze erotische rubriek. Zo kunnen we het eigenlijk wel zeggen. Die we de komende weken iedere woensdagavond gaan doen. En dat doen we iedere week met seksuologe Marit Idema. Of eigenlijk ja, journaliste turned seksuologe. Zo mogen we het wel een beetje zeggen, toch? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik ben niet echt een onderzoeker. Ik schrijf vooral over seks. Ja, weet je, hebt onder andere een boek geschreven, Seksperimenteren. Je doet ook een podcast over avontuurtjes. Ja, ik zeg altijd, seks is een beetje mijn niche en ik verken alle facetten. Ja. En ook door te participeren. Nou ja, wij vinden het fijn om jou erbij te hebben als onze baken van wijsheid. We willen vanavond, is ons eerste thema OnlyFans. Iets wat heel veel besproken wordt en ook super hot is. Er is een documentaire over gemaakt door Videoland. Waarom is dit nu in één keer zo populair? Ik denk dat heel veel mensen op Instagram toch dat wel missen. Ik denk dat dat misschien is. Dat ze toch denken, oké, op Instagram en Facebook, daar mag zo weinig. Dat het een gat in de markt is om daar toch geld door te verdienen. Ik denk dat dat toch wel de reden is dat het zo hard gaat. En dat mensen er zo ontzettend veel geld mee verdienen. Hey, ja. En wat ik laatst hoorde, en niet zozeer alleen maar uit de EO-hoek. Dat men dan zegt van ja, maar dat OnlyFans, dan schep je toch een precedent. En gaan mensen het, of ze zijn dan bang dat de jongeren het heel normaal gaan vinden om dat ook te gaan doen. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik vind het een beetje lastig, want aan de ene kant is het natuurlijk ook zo, als mensen daar volledig achter staan en op die manier hun geld willen verdienen, prima. Maar bij jonge mensen is het natuurlijk zo, tot je 23 zo ongeveer, weet je gewoon nog niet zo goed wat voor consequenties je keuze hebben. Dus dat geldt voor porno natuurlijk ook. Dat gebeurt wel gewoon vaak dat mensen, zeker jonge mensen, dingen doen waar ze later spijt van krijgen. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Aan de andere kant, als je ziet waar de porno-industrie de afgelopen tijd eigenlijk naartoe is gegaan. Je kreeg eigenlijk heel weinig betaald voor hele extreme, hele heftige scènes. Ja. Er zijn nu ook meiden die gewoon, ze hoeven niet eens echt werkelijk seks te hebben. Ze verkopen gewoon leuke video's van zichzelf. Ze hebben misschien een keertje seks met hun eigen partner. En ze verdienen op die manier toch goed geld. Ja. Dus dat is natuurlijk wel weer een positieve ontwikkeling. Eens. Dus het heeft een beetje twee kanten. Ja, want als je succesvol bent op OnlyFans, kan je denk ik wel meer verdienen dan iemand in de porno-industrie op dit moment. Ja, zeker. Het is echt schandalig wat mensen krijgen voor opnames, porno-opnames. Het komt natuurlijk omdat het verdienmodel al jaren zoek is. We zijn gewend gratis porno te krijgen. En dat zorgt er gewoon voor dat de pornoactrices en acteurs gewoon echt heel, heel, heel weinig betaald krijgen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Nou, is iets wat mijzelf opvalt. Ik stream op Twitch en daar is OnlyFans populair onder vrouwelijke streamers. Die dan denken, dat doe ik er even bij. Maar wat ik wel vaak zie toch, is dat grenzen een beetje verlegd worden. Dus je begint met een bikinifoto. Voor je het weet is het alleen nog maar handen voor de borsten. En de volgende stap is helemaal geen bikini meer. En die volgende stap is natuurlijk snel gezet. Ik kan me ook goed voorstellen dat je fans gewoon constant, die hebben het ook wel gezien, die bikini op een gegeven moment. En denk, hartstikke leuk, zo'n abonnement voor, wat is het, 11 euro of zo in de maand meestal. Maar op een gegeven moment wil ik toch wel eventjes je borsten gewoon vol zien. Ja. Ik denk dat het gewoon snel gaat vervelen. En dat je heel erg, toch wel een sterke content creator moet zijn om je fans aan je te binden zonder je eigen fans over te gaan. Ja, want dat is een beetje waar ik naartoe wil. Ik heb het idee dat toch hier en daar wel gebeurt. Dat creators, of dames, heren, maakt niet zoveel uit, toch eigenlijk steeds die grens verder opschuiven. Ja, en misschien niet, wat jij net ook al zei, misschien niet daar alle consequenties van overzien. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, helaas is het wel gewoon zo dat als je eenmaal, dat wordt ook gezegd in die documentaire, dat je kan nog beter iemand hebben mishandeld dan dat je in de porno zit om weer opnieuw aan een baan te komen. En dat is natuurlijk, ik vind dat heel krom, maar het is wel een beetje hoe de wereld werkt. Dus heb je daarna nog een perspectief op een normale baan? Dat is natuurlijk de vraag. En dat is wel heel lastig. Ja. Maar is het dan zo dat met het OnlyFans, Marit, dat je het eigenlijk moet zien dat vaak gebruikt wordt door gewoon sekswerkers die dan een andere afslag ingaan in plaats van dat allemaal jongeren zich... Of dat ook weer niet? Nou, ik denk dat de echte sekswerkers, dus de prostituees, niet iedereen bezit
die capaciteiten die veel van die vrouwen die het supergoed doen op OnlyFans wel bezitten. Je moet toch wel heel goed, nou, je moet mooie setjes uit kunnen zoeken. Ja, je moet je juist meer weten bewegen. Ja, je kunnen verkopen. Je moet een leuk gesprek kunnen voeren. Je moet weten wat werkt op beeld, wat niet. Dat kan niet elke sekswerker. Nee, dus dat is toch wel een talent apart. Het geldt bijvoorbeeld ook webcammen. Dat is weer een hele andere hoek. Dan dit kan me wel voorstellen dat dat vaker gebeurt. Dus webcam girls wel weer vaker op OnlyFans. Okay, ja. Nou ben ik gewoon toch nieuwsgierig, Marit. Want ik hoor jou met voor mijn gevoel een beetje ervaring praten over dit. Over het cammen. Hoe ver ben jij hier zelf eigenlijk ooit in gegaan? Ik heb nooit gecamd. Ook geen OnlyFans account. Nee, ik heb wel al. Ik zit zo lang nu. Doe ik eigenlijk cijfer over seks. Dat ik wel met heel vaak met meiden mee heb gelopen. Ik heb een paar weken met webcammers echt achter de cam gezeten. Maar wel om ze te interviewen. Dus ik weet er veel van. Maar ik heb zelf mijn kleding aangehouden. We gaan elkaar natuurlijk ook beter leren kennen de komende weken. Als jij... Nee, vraag me raak. Je moet me alles vragen. En andersom ook hoor. Dus ik bedoel, ik hoop dat volgende week als je gewoon in de studio bent, dat we elkaar langzaam steeds beter leren kennen. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better Toys, Greater Joys.